dat wordt lastig. Ja, en ik zag al een veelbetekenende blik van Hugo de Jonge toen hij die auto instapte. Want het is natuurlijk best wel ingewikkeld om een advies wat blijkbaar zo verdeeld is binnen het OMT. Om daar dan jou vervolgens beleid op te gaan leunen. Dus dat is best wel ingewikkeld voor het kabinet. Ook omdat ze de pijn natuurlijk willen verdelen. Dat merk je ook heel erg. Mm-hmm. Dus ja, er ligt nu een OMT-advies waarvan ik ook een beetje heb gehoord dat sommige mensen, oh, het valt eigenlijk wel mee. Ik had het erger verwacht, omdat er werd een soort stevig ingegrepen. Mensen verwachten een volledige lockdown. Dus wat dat betreft is het nog, ja. Valt het nog mee. Ja, want wat weten we daar nu over? Over het OMT-advies, ja? Wat er ligt. Ja, de scholen blijven dus open. Mm-hmm. Daarvan heb ik gehoord dat het kabinet dat ook echt gaat volgen. Dat we vanuit kunnen gaan dat het morgen is. Verder is er, ligt er een soort avondlockdown. Dat betekent dat alles om 5 uur dicht zou gaan. Dat gaat over niet-essentiële winkels, tot horeca, tot kappers en andere contactberoepen. Maar ik begreep ook dat morgen pas echt die beslissing valt. Dus het lijkt wel hierop aan te komen. Maar morgen, pas na dat de ministers weer bij elkaar zijn gekomen, wordt daar een klap op gegeven.